Yo boys, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zit hier op Astro MT en jullie zien al in de titel Astro MT 2.0. Ja jongens, de server is nu al zo'n 2 weken in lockdown en we hebben zieke progressie gemaakt. Zoals jullie zien jullie ook gekke map change. Wat een dus een idee. De map is al een beetje, hoe noem je dat? Onrealistisch. En we dachten ervan. Die andere stad, die, ja, weet je, om ze apart te houden, waarom de fuck zouden we dat doen? En nu gaan we dat helemaal, dit zo aanpassen, dit is nog niet klaar allemaal, maar dat is even gepaced snel. Maar dan wordt dat helemaal hierin verwerkt, en dan, ja, kijk, je ziet één keer het tropisch gebied, en dan één keer het sneeuwgebied. Dus hashtag Fortnite! Nee, in ieder geval, jongens. Jullie zien wel een beetje dat het lang duurt, maar dat heeft ook een paar redenen, de opening dan, hè. Eerste reden is gewoon tijd. Ik bedoel, ik werk fulltime en Saus die heeft examens en ja, dat gaat gewoon niet goed dan samen. En bijvoorbeeld gewoon Dani bij ons, die heeft elke dag een 5 uur school, dus dan weet je wel hoe het gaat. En het is ook niet alsof wij elke dag fulltime aan die server gaan werken, omdat het alsnog een hobby blijft en we hebben ook andere dingen te doen. Dus ja jongens, ik ga jullie een beetje vertellen over de updates, hoe en wat. Oké, jongens, in ieder geval, ik ga een beetje jullie vertellen over de updates. In ieder geval, wat we sowieso willen in 2.0 is, we willen practice protection uitzetten. En dat houdt in dat het gewoon based on skill is dus, vanaf 2.0. Like, dat je gewoon goed moet zijn in de game en niet goede armor moet hebben. En dan denken jullie, ja, waarom hebben we dan ooit practice protection armor? Dan heb je het gewoon eigenlijk nu voor de looks. En ja, zie je het als een skin in principe. En het gaat dan eigenlijk puur op wapens en op skill, hoe goed jij bent met het wapen. Ook willen we fitted grinden makkelijker maken, zodat het meer free-to-play is. We willen ervoor zorgen dat je een sportschool hebt en waar je 10 fitheid per uur kan grinden, zodat iedereen hoog fitheid hebt. Ook gaan we in-game meer doelen stellen, zodat mensen meer doelen hebben. En we gaan ervoor zorgen dat dingen duurder worden. Zodat grinden een beetje wat meer tijd kost. En dat je bijvoorbeeld niet een Cartena-huis in 2 dagen hebt. Maar dan in plaats van 2 weken, laten we dat zeggen. Ook op dit moment hebben wij een nieuw systeem voor co-grinding. Of tenminste, dat is een complete nieuwe coke. Gewoon in het algemeen, dat is gewoon iets compleet nieuws. Het is een soort van quest kan je het noemen. En die kan je blijven doen. Je praat met een guy en die stuurt je naar iemand anders. Noem maar op. Ik ga niet te veel laten zien nog. Dat komt nog in de Discord. Maar in ieder geval, je kan daarmee co-grinden op een hele leuke manier. Anders dan normaal, want normaal heb je altijd gewoon zo, je gaat bijvoorbeeld hier farmen. Dus ja, op dit moment zijn we ook geswitcht van host, omdat Ferox Host had gewoon veel problemen. En voor betere performance waren we gewoon switchen naar een andere host. Dus dat is ook gebeurd. En ja jongens, mogen jullie nog niet in de Discord zitten, join de Discord voor updates. Want er komen zeker mededelingen aan, sneak peeks, noem maar op. Want je moet echt de Discord in de gaten houden, want ik denk niet dat het super lang meer gaat duren. Maar ik ga geen datum per se noemen, want het kan zo dat het iets langer duurt dan vandaag bijvoorbeeld. Maar de rest van de updates gaan jullie zien in de Discord jongens. Dus ja, dit was even een update video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat een like achter. En dan zie ik je in de volgende video. Later mensen, later.